Noem me. Welkom allemaal, mijn naam is Jort Warmink. Ik ben universitair docent waterbouwkunde en overstromingsrisico in Twente. Aan de vakgroep Water Engineering and Management heet dat in het Engels. Ik kan het niet zo mooi in het Nederlands zeggen. Ons verhaal gaat over golfoverslag en erosiebestendigheid van objecten. En we zien hier een heel mooi voorbeeld ervan. Twee golfoverslagproeven. Hier aan deze kant, aan de linkerkant, eentje. Zonder een overslagproef, zonder dat er een weg boven op de dijkkruin ligt. En hier daarnaast dat filmpje zien we een experiment met de golfoverslagsimulator. Waarbij er een weg is en wat je duidelijk ziet is dat de zwakke plek ligt vlak naast die weg. Nou, daar zal ik even wat over vertellen wat we daar allemaal mee aan het doen zijn. Eerst even wat de belangrijkste boodschappen die ik jullie mee wil geven. Ten eerste zou ik iets zeggen over al die metingen, die golfoverslagproeven. Er zijn al heel wat golfoverslagproeven geweest, ruim een stuk of 30. Maar het blijkt dat het gewoon heel lastig is als we die proeven analyseren, van wat kunnen we daar nou precies uithalen. Dus het zijn er eigenlijk wat dat betreft nog niet genoeg. En ook de data die erin zit is nog erg lastig om goed te analyseren. Toch zeggen we, het is nodig om nieuwe overslag- en overloopproeven te doen. Dat zal ik proberen te beargumenteren in dit praatje. Daarnaast is waar wij vooral aan werken in Twente op dit moment, is het doen van numeriek modelleren van die golfoverslagproeven. Kunnen we nou op basis van modelvorming dat proces beter beschrijven? Dus die modelvorming hiervan die is noodzakelijk en die biedt ook heel veel kansen voor beter waterbeheer. En als laatste punt zullen we wat vertellen over. We moeten niet zo wat minder reactief reageren. Dus niet op het moment, aansluitend bij het verhaal van Stefan Aninkhoff aan het begin van de middag. Die zei ook, op het moment dat er dit soort projecten zijn, moeten we niet gaan reageren van er is een kans. Eigenlijk moeten we een programma hebben, wij moeten een idee hebben, we moeten een visie hebben van waar willen we nou heen met dit soort proeven, wat willen we er nou uithalen. En op het moment dat er dan een kans is, zijn we proactief, kunnen we daarbij aansluiten. Even heel kort iets over golfoverslag en erosie. We hebben het ten eerste over het verschil tussen waterbezwaar. Dat betekent hoeveel water mag er over een dijk, hoeveel kun je aan de achterkant bergen, versus dijkstabiliteit. En mijn verhaal zou vooral gaan over dijkstabiliteit. En waar hebben we het dan over? Er komt hier een golf aan op het buitentaluut. Die golf die gaat breken. Dan over de golfoploopzone. Daar versnelt die. En dan hebben we met name het probleem zit op die dijkkruin en op het binnentaluut. Want daar stroomt dat water overheen. Waarbij zeg maar, de stroomsnelheid een hele belangrijke voorspeller is voor de belasting op de dijkbekleding. En langs het binnentaluut versnelt die. Nou, waar ik wat over zal vertellen, is specifiek over die overgangen. En overgangen zien we als iets van gras gaat naar iets anders. Dus of een dijkbekleding of een weg of de hoek van de dijk verandert, dat is ook een overgang. Kijken we heel breed. En die overgangen beïnvloeden lokaal de stroomsnelheid. En onze grote vraag die we nou hebben is, wat is het effect van die lokale beïnvloeding van die stroomsnelheid op de erosiebestendigheid van die dijken? Hier zien we al het resultaat van een klein modelletje. Zien we hier stroomsnelheid, hier op de dijktop. Dus wat je dan ziet is over die kruin neemt de snelheid een beetje af en de helling neemt die weer toe. Nou, waarom doen we dit? Allemaal nieuwe kansen voor dijkbeheer. Bijvoorbeeld overslagbestendige dijk, zoals in de POV Waddenzeedijken naar gekeken worden. Er zijn allerlei innovaties in dijkbekleding, kunnen we hiermee bestuderen. Bijvoorbeeld bloemrijke dijken, zorgt voor een andere doorworteling van je dijk. Wat is het effect van een andere beworteling op de erosiebestendigheid? Andere voorbeelden, in de vorige sessie ook al genoemd, we hebben het hier over geotextiel, grasbetontegels, of wat andere slimme innovaties. Ons
idee is om nou een model te maken waarbij we het effect van dit soort nieuwe innovaties niet elke keer meer een proef hoeven doen, maar dat met een model uit kunnen rekenen. Dat hebben we al eerder gedaan, hè? Anouk Bomers, hier ook in de zaal, en Juan Pablo, die zijn daar druk mee bezig geweest. Die hebben een model gemaakt in het kader van het multifunctionele Flood Defenses project, een groot perspectiefprogramma. Dat liep van 2012 tot 2016, zeg maar ongeveer. En daarin hebben we dus een voor de detail geïnteresseerde een heel erg detailmodel gemaakt, Ranska Epsilon model, die heel erg in detail die stroming kan simuleren. En hieronder zien we dat modelletje. Dat model moesten we natuurlijk valideren en kalibreren. En dat hebben we gedaan op basis van een experiment van Millinga aan de Rijn. Kunnen jullie het filmpje aanzetten? Een paar keer achter elkaar. En wat je hier ziet is het model. Het numeriek model met hier een golfoverslagsimulator. Dat blauwe is water. En dan hier zien we het stroomdomein. En wat we zien is die golf die wordt losgelaten. En die stroomt over dat dijktaluut, of eerst over de kruin en dan over het taluut. En daarin zit een weg, dat is dat zwarte ding. En die weg beïnvloedt de stroming. Dus met dit numerieke model kunnen we heel nauwkeurig kijken wat de tijd- en ruimteafhankelijkheid is van die belasting op die dijkbekleding. Nou. Dat hebben we toegepast voor deze situatie. Hebben we ook gevalideerd. Hier zien we zo'n golfoverslag-experiment. Met een laserscanner die erbij hangt. Die laserscanner meet dat hele profiel. En vervolgens kunnen wij onze simulaties, die er zo uitzien, na 50 liter per seconde, nog een keer langer 50 liter per seconde, en dan zelfs 100 liter per seconde, zien we dit soort patronen. En wat we daaruit kunnen halen, is dat in eerste instantie met weinig afvoer ontstaat er hier een kuil. En als die kuil diep genoeg is, gaat die kuil naar beneden schuiven. Volgens mij zag je dit ook heel mooi in die foto die Patrick liet zien. Dus we kunnen het proces beschrijven op basis van dit soort metingen. Wat hebben we nou nodig? Ten eerste, goede validatiedata voor dit soort modellen. Dit soort modellen zijn zeer complex. En op dit moment is dit wat we hebben aan validatiedata. Een maximum stroomsnelheid per proef op de kruin van de dijk. Dat is eigenlijk veel te weinig. Eigenlijk zijn wij geïnteresseerd in veel meer gedetailleerde metingen van die stroming. Wat Stefan Aninkoff-Vermogen zei, niet alleen de grootschalige effecten van zo'n proef eruit halen, maar de kans gebruiken om ook echt in detail het proces te gaan begrijpen. En met dit model kunnen wij dus het faalproces van de dijkbekleding beter begrijpen. Daarnaast hebben we hem toegepast, zal ik verder niet op ingaan, in dit modelletje om ook de faalkans van de dijk uit te rekenen. Gegeven de faalkans van de storm kunnen wij voor elke locatie op de dijk uitrekenen hoe groot is de kans dat de dijk faalt op dit punt. En daarnaast kunnen we dit model toepassen voor een hele range van configuraties. Dat we niet elke keer die proeven weer opnieuw hoeven te doen, maar dat we gewoon voor een hele range van, we kunnen gewoon de geometrie veranderen, we kunnen de ruwheid veranderen, we kunnen een weg erop leggen, we kunnen van allerlei dingen variëren. En daar, op basis daarvan kunnen wij rekenregels afleiden. Daar zijn we op dit moment. Nog wat nieuwe onderzoeksprojecten waar we mee bezig zijn. Hieraan gerelateerd. Dit is een PhD-student op dit moment bezig, Wai Chu. Die is in samenwerking met Deltares aan het kijken naar hele slimme manieren om bekleding op het buitentaluut te gebruiken. Om de hoeveelheid golfoverslag te verminderen.
Zo ziet het er op dit moment uit. Die proeven worden, nou, ergens in de komende weken gaan we die uitvoeren. Dit is een ander onderzoeksproject waar we dat proberen om dat numerieke model beter op te zetten, beter op te tuigen. Om een hele range van die verschillende overgangen op de dijkbekleding om die uit te rekenen. Wat je hier bijvoorbeeld ziet in dit grafiekje, het is een heel simpel modelletje, dit is niet het complexe model, maar een simpel modelletje geeft het effect van de hellingshoek op de stroomsnelheid langs het talud. Dus wat we zien, op het moment dat we het talud, de hellingshoek van het talud veranderen, zien we dat die kritische stroomsnelheid of de stroomsnelheid verandert. En dan kun je dus zeggen, gegeven een bepaalde kritische stroomsnelheid, zal hier falen beginnen, daar, daar of daar. Nou, waar zijn we op dit moment mee bezig? We zijn erg geïnteresseerd in die proeven in de Hedwige-Prosperpolder. Kunnen wij daar nou data uit krijgen, goede data, in combinatie met een goed monitoringsprogramma, voor een verdere ontwikkeling van dit model? En daarnaast proberen we nieuw inzicht te krijgen in de sterkte van begroeide dijken, omdat vervolgens op basis van die modelontwikkeling dat te vertalen naar ontwerp en naar toetsregels. We zijn bezig met onderzoeksvoorstellen, het All-Risk-programma, perspectief misschien bekend, dat loopt op dit moment. Verder zag ik daar een prachtige poster, alsof die er voor ons is neergezet. We zijn bezig met het Bloemrijke Dijkenproject. Proberen we ook een hele groep met onderzoekers te financieren om te kijken of het effect van doorworteling kunnen bekijken op de erosiebestendigheid. En bij dit soort projecten is de support van publieke en private partners heel, heel erg belangrijk. Tot slot, ook voor de dijkbeheerder van de toekomst, als universiteit doen we niet alleen maar wetenschappelijk onderzoek. We leiden ook studenten op. Hoe doen we dat nou? We hebben een lesmodule over Living Labs, zijn we aan het opzetten. En dat zijn gewoon groepen studenten die een projectje willen doen. Zo prachtig zijn als die ergens bij kunnen aansluiten. En daarnaast zoeken wij samenwerking in bachelor-masterprojecten. En dit is een lesmodule multifunctionele waterkeringen. Waar deze groep met studenten voor de Klimaatdijk Reven een multifunctionele waterkering moeten ontwerpen. En helemaal optuigen. En dit is uiteindelijk het model wat ze daarvan maken. En wat je dus ziet, ze maken een hele brede dijk met hier een paadje. Daar kijken ze zowel van de sociale kant naar als de technische kant. Hier zien we een heel boothuis bovenop de dijk, een haven voor de dijk. Dus ze hebben gekeken naar alle waterveiligheidsaspecten hier, maar ook naar alle sociale aspecten. Dat was denk ik mijn verhaal. Wouter zal het overnemen. Miran van Damme hier weer van TU Delft. Je vertelde over dat model voor die overslag. Ja. Wij zijn laatst bezig geweest met de TU Delft om te kijken van waarom faalt een dijk nu wel met overslag en niet overloop. Ja. Een van de redenen die we toen hebben kunnen vaststellen is, het heeft volgens ons te maken met de gradiënt in schuisspanningen, want die geeft een trekkracht aan het gras. Ja. Is dat zo'n parameter ook die je kan vaststellen aan de hand van jullie model? En zou het dan misschien ook niet interessant zijn om gewoon voor verschillende overslagvolumes opbouwend te kijken, wat zijn nou die gradiënten in schuisspanningen? Kunnen we dat valideren met een model en vaststellen waar die maximaal zijn? En kijken als het gras daar dan ook faalt, om misschien ook een norm vast te stellen voor een grastrekproef die nu wordt gedaan. Zodat we op een heel eenvoudige en snelle manier een dijkcover kunnen testen. Ja, dankjewel Miron. Dat is zeker een optie. Hè? Dus dat is denk ik ook de kracht van dit model. Ondanks dat die nog beter gevalideerd moet worden, komen er uit dit model wel tijds- en ruimte- en plaatsafhankelijke schuifspanningen. Hè? Onder andere. Daarnaast kunnen we natuurlijk drukverschillen langs de dijk uitrekenen. Dus in principe hebben we een hele handvol met parameters die we kunnen gebruiken om daar een verder het erosiemodel mee te verbeteren. Want dat is op dit moment denk ik nog de grote
bottleneck in dit soort werk, hè, is de kennis over die erosie. En het correleren met grastrekproeven zou een hele goede zijn. Ja, zal ik hem overnemen?